Vindt u het ook zo heerlijk, beste kijkers, zo'n hittegolf die over Nederland raast? Week na week na week, hoge temperaturen, warmte. En wat leidt daartoe? Dat je niks gaat doen, dat je minder gaat doen, dat je lekker in de relaxstand gaat, dat je helemaal rustig aandoet en ontspant. En dat is goed voor u. Dat weet u zelf ook wel, dat voelt u aan, dat doe ik al mijn hele leven, zoveel mogelijk ontspannen. En tegelijkertijd, bij toeval, verscheen deze zomer ook een boek van een gerenommeerd wetenschapper uit Amerika, professor Alan Lightman, hoogleraar aan de Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten van Amerika, In Praise of Wasting Time, waarin hij precies hetzelfde bedoelt. En dat is geen toeval, want u weet, het toeval, dat heeft zich nog nooit vergist. Nee, dat is een samenloop van omstandigheden. En wat beweert die meneer Alan Lightman? Dat er te weinig niks gedaan wordt. Dat er te weinig wordt geluierd in onze wereld. Dat mensen dat veel meer zouden moeten doen. Niet alleen in een hittegolf, maar gewoon altijd, dag voor dag, niks doen. Op een bankje zitten, een beetje voor je uitkijken, lummelen, niksen. In de pauzestand zitten, dat moet u eigenlijk dag en nacht doen. Want al dat gejaag, al dat gewerk, al die stress die het dagelijks leven over u afroept, dat is alleen maar slecht. En dat blijkt ook uit onderzoeken die hij heeft gedaan, meneer Alan Lightman van het Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten. Namelijk de gemiddelde intelligentie van kinderen in Amerika, dat daalt van Amerikanen. Die worden gewoon dommer door al dat drukke gedoe, al dat gejaag, al dat gestresst. En het voorbeeld daarvan is natuurlijk Donald Trump, de nieuwe president. Maar dit terzijde. Het toeval heeft zich nog nooit vergist. En u moet een les trekken uit deze zomer. U ontspant, u relaxt, u zit in een nulstand. U krijgt allemaal briljante gedachten. En die gedachte dat u rustig aan moet doen, minder moet doen, moet ontspannen, moet lummelen, de tijd moet verspillen. Die moet u vasthouden en dat moet u blijven doen. Want als u minder gaat doen, als u meer luiert, tijd verspilt, niks doet, lummelt, dat is goed voor u, voor uw innerlijk, voor de mensheid, maar ook voor onze economie. Want er komen allemaal creatieve gedachten naar boven en wie weet waar dat allemaal toe leidt. Dus mijn advies is hier, leer één ding van deze zomer. Niks doen is heel erg goed voor u. En het is maar dat u dat weet.